een nieuwe special. En dit keer de Audi RS Q8. Het is tijd voor twee RS6'en in ons midden. Nou ja, laten we zeggen, ik zit midden en de twee RS6'en ernaast. Dat kan natuurlijk ook. Hier een auto van een gewenig land. We staan hier bij de Ferrari 812 Superfast. En gaan met hem aan. Nee, dat was een hele slechte tekst. Hier een auto van een gewenig land. Die rijdt er al denk ik een jaar of anderhalf, twee jaar mee. Die was toe aan een opfrisbeurt. Oftewel, de auto wordt helemaal gepoetst. Weer in showroom nieuwe staat. En de stickers op de voorzijde waren niet meer zo mooi. Dus die zijn er inmiddels. Is dit geel eraf getrokken. Die gaat er ook zo af. En dan komen daar straks weer nieuwe stickers op. Even de lijmresten eraf halen, want dat wordt nog wel een klusje, zie ik. Maar dat maakt niet uit. Auto wordt weer nieuw. Wat ik zei, twee jaar geleden, ik denk dat er nou op staat, kilometertje 50.000 ongeveer. Dus ja, dan gaat zo'n auto wel eens een keer links en rechts een veegje oplopen. En we maken hem weer helemaal nieuw. Interieur wordt weer helemaal gereinigd. Wit leer dus interieur. Nou, dat wordt natuurlijk een beetje vaal, stoffig, je kent het wel. Wordt ook weer fris gemaakt. En dan kan de auto weer helemaal fris de weg op. Dus is jouw auto ook toe aan een opfrisbeurt? Zeker de winter in. Anderzijds gewoon het mooie weer in, wat je wil. Uiteraard doen we dat ook voor jou. Dus we doen niet alleen maar onze eigen auto's voor in de showroom. Maar ook voor degene die hem al 1 of 2 jaar heeft. Of 5 jaar, maakt niet uit. En die zegt van, nou ja, hij is niet meer zo fris. Hij voelt niet meer nieuw. Dan gaan wij weer nieuw maken. Dan heb jij weer een hele frisse nieuwe wagen. Nieuw in onze shop, Stipt Polish Point. Oftewel, alle producten van Stipt zijn bij ons verkrijgbaar in onze shop. Zowel online als offline. Want zoals je ziet, de opstalling is hier offline gereed. Oftewel, bij ons fysiek te krijgen. Dus ben jij op zoek naar poetsproducten van Stipt, dan ben je bij ons het goede adres. Uiteraard hebben we hier de mannenlijn, oftewel de originals. Maar daar hebben we ook de lelylijn staan, oftewel de roze flessen. Producten zijn identiek, alleen ja, toch wel een leuk tintje als je vrouw bent, dat je met roze spullen kunt werken. Shop ze op grepenshop.nl of kom fysiek bij ons langs in de winkel en neem direct jouw spullen mee en ga met hem aan. En ja, wil je een meet and greet met Rick? Zelfs hij is erbij en je ziet het, hè, hij loopt zelfs in onze kleding rond. We staan hier bij de Ferrari 812 Superfast. Daar zat een sterretje in de ruit. En hebben we ervoor gekozen om deze niet te laten repareren. Want bij zo'n auto moet het gewoon goed zijn. Dus er komt een hele nieuwe originele voorruit in van Ferrari. Besteld bij Kroijmans. En die gaan we nu in samenwerking met Auto Taalglas Gouda plaatsen. Hij staat op zijn plek, nieuw ruit zit erin, de auto is weer helemaal als nieuw. Dus bij deze Auto Taalglas Gouda, bedankt! Top! We hebben hier binnen een Audi RS6 van een Audi dealer uit de omgeving. En daar mogen wij een aantal aanpassingen aan gaan doen. Waaronder een Maxton designpakket, de velgen worden zwart gemaakt en de auto wordt voorzien van spacers. En dat doen we eigenlijk om het verkoopproces te bevorderen voor hun. De auto staat al eventjes in de showroom en ja, wit, gewoon saai, gepolijste velgen. Net eventjes niet de uitstraling die je wilt hebben en dat gaan we even zorgen. En dan gaan we ervan uit dat deze auto snel verkocht gaat worden.
het is tijd voor twee RS6'en in ons midden. Nou ja, laten we zeggen, ik zit midden en de twee RS6'en ernaast. Dat kan natuurlijk ook. De twee RS6'en, die hebben één verschil. En dat is dat dit echt een volledig originele auto is. En de witte RS6 hebben we uitgevoerd met een Maxxon designpakket. We beginnen aan de voorzijde. Hebben we een splitter gemonteerd, oftewel een voorspoiler, ook wel in de volksmond. Hebben we dus aan de voorkant gekozen voor deze versie, want je hebt drie versies van voorspoilers, lippen, splitters, hoe je het noemen wil. En dit is volgens mij versie 2 aan mijn hoofd. En waarom? Deze is net even wat minder agressief, wel aanwezig, maar niet een extreem, ja, hoe zeg je dat? Dat zou er origineel op kunnen, laat het zo zeggen. Daar gaan we het op houden. Dus ik vind dat als je nu naar de voorkant van die auto kijkt, hij oogt wat sportiever, wat lager. En ja, hier is het eigenlijk gewoon, hè, je ziet duidelijk hier dit ruimteverschil ten opzichte van hier. Nou, dat scheelt een halve hand. Kan ook schelen bij de drempeltjes in de woonwijk, maar in dit geval geeft het gewoon een veel mooier sportief uiterlijk, waar ik persoonlijk fan van ben. Dus dat vind ik al een verbetering op zich. En dan gaan we naar de zijkant. Deze lopen eigenlijk al volledig in lijn van de sideskirts die er al op zitten, of ja, origineel zijn. En daar hebben we eigenlijk nu een type bijgeplaatst die dus meelopen. Dus je hebt hier het witte gedeelte, dan heb je hier dus het zwart optiek of carbon optiek normaal gezien, maar ik kan het zelfs nog aluminium optiek nemen. Daar zie je hier ook gelijk dat die vorm meeloopt naar dit brede gedeelte en dit is wat minder en dat loopt dan dus weer in lijn met het middengedeelte. Als je het heel bont maakt, zou je dit nog in gedeelte in carrosseriekleur kunnen spuiten. Alleen ja, dan moet je hem extra gaan spuiten. Is wellicht wel een leuk idee om te doen. En waarom ik ook het toepassen van dit pakket meer bij deze auto vind passen, omdat deze auto is uitgevoerd met een zwart optiek en geen carbon optiek pakket. Dus heb je een carbon optiek, dan zou ik eerder bijvoorbeeld een Urban nemen. Maar in dit geval staat dit auto heel goed. Dan zijn we beland bij de achterzijde van de auto. En daar hebben we twee delen vervangen. Nou ja, laat het zo zeggen, een deel vervangen en een deel toegevoegd. Kofferklep spoiler hebben we toegevoegd. Ja, een klein randje doet een klein beetje, maar geeft toch als je op de auto af komt lopen of iets nieuw rijden, net even dat puntje op de i. Je moet er fan van zijn, moet ik toegeven. Andere kant, hij kan het heel goed hebben. Dus ik vind het persoonlijk echt een verbetering. Terwijl het maar een klein detail is, dus echt wel een puntje op de i. En dan hebben we aan de achterzijde. En dat vind ik persoonlijk echt een hele flinke verbetering. De diffuser, die hebben we compleet vervangen, ook weer door Maxxon Design. En die heeft eigenlijk best wel een sportieve look. Dus je hebt hier 1, 2, 3, 4 vinnen zitten die eigenlijk voor het visuele een heel gaaf stukje, wat ja, best wel een beetje een racy look geeft. Je merkt ook dat dus die diffuser best wel een stukje naar buiten komt, waardoor die gewoon veel meer body geeft aan die achterkant van de auto, die ik op zich, ja, origineel best wel een beetje eenvoudig vindt. Daarom zijn er eigenlijk zoveel aanbieders in de markt die vervangingsdelen voor de diffuser leveren. En waaronder deze variant van Maxxon Design. Je ziet ook heel vaak dat ze van Maxxon Design echt die losse, ja, vinnen zo de opplakken op het originele diffuser. En dan denk ik, bah, nee, dat ziet er niet uit. Dit zo in één geheel vind ik het persoonlijk wel heel gaaf. En ja, ondanks dat het geen carbon variant is, dus een plastic variant, want dat is Maxxon, vind ik het een van de mooiste diffusers die je voor zo'n auto kunt krijgen. En zou je een carbon variant willen, zou je wederom weer naar een Urban moeten stappen. Ja, voor deze auto, zoals die hier staat, vind ik het hele pakket wat we hebben gemonteerd echt een toevoeging. En ik denk dat het beter zal staan dan een carbon pakket, omdat de auto voor de rest geen carbon heeft. Ben je enthousiast geworden voor een Maxxon pakket op jouw RS6 of gewoon een hele andere auto? Mag ook, hè? Ik bedoel, een A6, maar het mag ook een Hyundai zijn. Het mag allemaal, het kan allemaal, want voor een Maxxon Design heb je heel, heel, heel erg veel keuze. Ook iets wat overigens bij ons in de shop komt, maar voor Maxxon zijn er echt voor heel veel auto's heel veel mogelijkheden en dat maakt het merk wel heel uniek, vind ik. Een mooi voordeel is ook dat het budgetair heel goed te behappen is. Ik bedoel, als ik eventjes deze auto als voorbeeld neem en je zou hier een Urban pakket voor nemen, dan ben je 10.500 euro kwijt. Neem je een Maxxon Design pakket voor deze auto, ben je om en bij 1500, 1800 euro. Ongeveer exact, weet ik het, moet ik even uitzoeken. Maar dat is toch wel een beetje de prijs. Dus ja, wat scheelt het? Het kan zomaar 10 keer de prijs schelen. En dat maakt het toch wel erg aantrekkelijk. Want de auto komt er echt
mee tot zijn recht. En ja, raak je een keer die voorlip, raak je net even het hoekje, breekt het af. Een paar rond euro zitten we er niet meer op. En dat doet gewoon een stuk minder zeer dan een carbon voorlip van 3000 euro om en nabij. Dus ja, ben je op zoek naar een pakket als dit binnenkort in onze shop te vinden? Maar als je niet kan wachten, stuur ons een e-mail. Dit is mijn auto. En het liefst nog een paar foto's erbij. Dan kunnen wij een pakket op maat voor jouw auto samenstellen en leveren. Het is weer tijd voor een nieuwe special en dit keer de Audi RS Q8. We gaan deze auto voorzien van een Carbon Urban pakket. De auto heeft al een Carbon Exterieur pakket af fabriek. Dat betekent de grill helemaal carbon. Hier de voorlip, of eigenlijk de splitter, helemaal carbon. De kofferklep inleg en de diffuser, dus oftewel de ondergedeelte van de achterbumper, is van carbon. En dadelijk komt daar dus het Carbon Urban pakket bij. En dat gaat het geheel mega, mega, mega dik maken. Er zijn er inmiddels 2 gebouwd in Nederland. Inmiddels rijden die ook al op de weg. En dan is dit naar verwachting de derde. En tevens ook dit jaar de laatste die gebouwd gaat worden. Dus dat is ook wel een leuk weetje. We gaan het zien hoe we hem in elkaar gaan zetten. Voor- en nabeelden. En dan ben ik daarna benieuwd wat jullie ervan vinden. We hebben hier staan de Caddy Cargo. Nieuw model. En uiteraard helemaal uitgevoerd met allerlei onderdelen die de auto een stuk aangenamer maken. Hij is inmiddels verkocht en hij gaat rijden uit mijn hoofd in Leeuwarden. Dus dat is het noorden van het land. We hebben hem klaargemaakt voor verkoop, dus getankt, vloeistof gecheckt, voorbijgevuld, noem maar op. En ik denk dat meneer dadelijk een hele plezierige auto heeft en hem straks afleveren. En hij heeft er zin in, dat weet ik. Dus weer een auto en dit keer een bestelwagen van ons de weg op. De weekvideo van Greep Automotive. En zoals je wellicht hebt gemerkt, we uploaden nu ook tussendoor eens een keer wat. Mooie projecten, speciale dingen, die laten we vast zien. En einde van de week laten we alles weer in een overzicht zien wat we hebben gedaan. Waarom doen we dat? Nou ja, de een wil dat zien, de ander wil dat zien. Of je wil alles zien. Nou, voor ieder wat wils. En heb je van de week gedacht, hè, wat zijn ze aan het doen? Wat zijn die video's kort? Wat is het allemaal? Misschien wel saai. Of juist niet. Dat is de reden. Dus we laten tussendoor dingen zien. En einde van de week alles. Dus blijf vooral kijken. En wees niet getreurd, want er komen hele mooie dingen aan. Later! We'll be right back.